Ja, zondag gaan we naar Deventer. Dan komen we naar de Eagles, naar de Adelaarshorst. Maar ja, wij gaan daar natuurlijk wel de punten meenemen. Of we een Engels stadion hebben of niet. Ze staan bekend om de Deventer koek, maar neem weg een afrit. Gewoon die Deventer koek gewoon op. Zo. Ja, Heerenveen, de nieuwe tegenstander van aankomend weekend. Ze hebben Foppe de Haan. Die is vroeger de trainer, maar ja, die doet nu de wieven trainen. Dus die had er geen tijd meer voor. Voor de rest, Heerenveen, ja, ze zullen wel allemaal met de tractor komen, weer die boeren. Dus we zullen ze een warm onthaal geven, weer die jongens. De heer H.J. Posma uit Heerenveen, die is vandaag jarig. Let hij vandaag zijn verjaardag maar vieren, want zaterdag komt er niks van. Hè? Naar die Sepert tegen ons. Komt van de feest niks terecht. Dus H.J. Posma, proficiat, maar vier het vandaag. Hè? Ik heb goede verwachtingen. We komen ook weer oude bekenden tegen, Ali. Onder andere en Rens van de Eide. Rens loopt met een masker op, maar we herkennen hem toch wel. Dus ik denk dat Rens zondag beter de masker af kan doen. Alkmaar Kaas en Zaanstreek. Ja, van die vieze mayonaise. Maar ja, we doen het er maar mee, we hebben niks beters. Zondag aanstaande om 12:30 spelen we tegen Sparta SPARTA. De scheidsrechter van zondag heb ik gehoord is Ed Jansen. Ja, die had op het conservatorium gezeten. Die kon zo goed fluiten dat hij daar terecht kwam. Maar de brandweer had hem eraf moeten halen. Ik denk toch wel dat we gaan winnen. En dat is niet om te lachen, Alex Pastoor. God, wat duurde dat lang gisteren, zeg, tegen Den Haag. Er kwam geen eind aan, je kreeg wel veel geld in de goffel. Ik ben net pastuus, man. Zo lang duurde die wedstrijden. En verder Ferdy van 16 jaar. Zijn vader is gelukkig cardioloog, weet ik het veel wat het is. Maar die was ook wel een mooie om een keer mee te maken. Afgelopen dinsdag hadden we Prinsjesdag. Zaten we te kijken naar Willem 1. Leden van de Staten-Generaal. Zondag mogen we kijken naar Willem 2. We kregen er de ballen van onderhand. Scheidsrechter Buzie Bejoek. Ja, ik vind dat geen naam om u te spreken. We noemen hem Guus Geluk. Of Grote Buuk noemen we maar. Ik heb vroeger nog eens gesolliciteerd daar in de mijnen bij die jongens, lang geleden. Daar heb ik deze helm nog van. Toen kwam ik daar, toen zette hij de lamp op die helm. Ik zei, de lamp? Ik zei, wat denk je? Ik heb in de dagdienst gezeten. Vorig jaar heb ik meegewezen naar Roda. Zaten er twee wieven voor me. Kwamen we dicht bij Roda stadion. Zegt de ene wief, ik ruik de mijnen. Zet de andere wief, nee, dat is de mijne die ruikt. Ja, de Lemkes gingen al vroeg goed bij ons tegen PSV. Die Lemkes van Eindhoven die gaven goed licht. Baba, 0-4. Ik vond tegen PSV het publiek de grote winnaar. Een pluim voor het publiek, jongens, klasse. Vorig jaar ben ik met de trein naar Utrecht geweest. Kom ik bij de loket, vraag een kaartje voor de trein. Zegt de griet, voor welke trein? Ik zei, laat hem maar eens een paar zien. Kom ik op het perron, staat er een oud vrouwtje. Vraag ik, welke trein moet ik hebben naar Utrecht? Zegt ze, ja, die gele. Ja, vergokt van Sparta, daar waren we niet vrolijk van. Nee. Ja, meneer Pastoor leidde de begrafenis van ons clubje NEC in zondag. Ik was gisteren echt pissig van die club van ons. Baba. Rustig. Kindjes naar de goede plek toe brengen, dat kent de ooievaar wel. Maar dat is heel anders dan de ballen naar de goede plek toe brengen. Hè. Zondag moet tegen de Geel Schwerter, ja. Dat wordt Arnhem, hè. Dat gaat alles verkeerd door. Ja, we hebben ze eigenlijk in Arnhem? Ja, Arnhemse meisjes van die kuksjes die niet vreden zien. Vroeger had ik nog een ander Arnhems meisje, dan moet ik nou nog iedere maand hem betalen. Ja, ik ben nog laatst naar de film geweest. De kanonnen van Navarone voor, gekloot aan een film. Blah. Je bent voor of je bent tegen? Alle complimenten ook aan het publiek. Jongens, wat gingen we erop? Geweldig. Die Arnhemmers dachten die Romeinse strijders te pakken, maar mooi niet, hè? Arnhemse meisjes. Niet te vreten, die dingen.